allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Chilltracks, de enige echte natuurlijk. Nou, vandaag een vlog, maar eigenlijk ook een klein beetje gamen, want de nieuwe vloot van Amsterdam is online gekomen op Metro Simulator. Dus gisteravond is dat gebeurd. Alle metro's van het GVB zitten momenteel in Metro Simulator. Wil ik jullie even laten zien. We gaan even een metro spannen. Je hebt verschillende uitvoeringen. Want in de loop der tijd zijn er ook een paar metro's. Een paar metro's zijn er gewoon allemaal van kleur veranderd en zo. Maar we doen even de huidige. Even de huidige kleuren. Wil ik even nemen. Hij is in ieder geval te downloaden op Metro Simulator. Ik moet even op Google intypen. Metro Simulator Beta. Dan kan je alles downloaden. We gaan even een metrootje even spannen. En dan gaan we beginnen met Amsterdam. En dan gaan we als eerste even doen de M2 uit 2009. Die gaan we even spannen. We doen gewoon even drie achter elkaar. Kan mij het schelen. Ik heb ook al een paar activities gemaakt. Dus dat is ook wel. Daar heb ik ook de metro in verwerkt. Dat gaan jullie later nog wel een keer zien. Er zijn natuurlijk twee mappen zijn er in Simbleed. Wat een beetje Nederlands is. Je hebt natuurlijk ook buitenlandse mappen in Metro Simulator Beta. Twee Nederlandse fictieve steden zijn natuurlijk Simbleed en Rijndam. Nou, op Simbleed heb ik al het metro materiaal van de RET. Op Simbleed en op Rijndam ben ik eigenlijk begonnen met de Amsterdamse vloot. Alleen op een metro M1 rij je met sub en geen ene metro heb sub in Amsterdam. Dus daar rijden nog gewoon de 5500 metro's. Nou, hier de koekblikken die een paar jaar geleden uit dienst gegaan zijn. De zilvermil. Ja, koekblikken worden ze ook wel eens genoemd. Dus ook wel een heel mooi metrootje. We gaan even instappen. Zo. Oh, trouwens, dat kunnen we trouwens ook anders doen. Als het goed is, als we op. Wat was het ook weer? Shift. Nee, niet X was het. Was er X of niet? Was het geen X? Juist, ja, wel X. Dat is wel X, zie je wel. Nou, gaan we even instappen. Zo, gaan we even zitten. Nou, doen we het deurtje weer even dicht. Zo, gaan we eventjes een rijrichting maken. We moeten even kijken waar we zijn. We zijn ergens bij. Hier zijn we ergens. Dadelijk. Dus de verkeerde kant op. Dat is Denia. Hier zijn wij in Molenwijk. We gaan eventjes een rijrichting erin gooien. Doen we LMW1 AB. En dan wil ik van spoor 102 wil ik naar spoor 103. 103 RWI. En we hebben een rijrichting gemaakt hoor. We hebben een rijrichting gemaakt. We kunnen vertrekken. Ik ga hem even starten. Ja, dan hebben we in ieder geval een rijrichting. Doen even de deuren even open. Kijk, de deuren zijn open. En dan gaan we de deur sluiten. Hey, nou staat ineens die andere ding. Staat ook. Er staat mijn andere deur ineens open. Hoe de hel heb ik dit voor elkaar gekregen? Nou, daar gaan we even niet op letten. We gaan gewoon rijden. Waarom doet hij dan nou niet? Ctrl X. Oh, nu is hij wel dicht. Juist, nu is hij wel dicht. Waarom kan ik nou niet rijden? Waarom kan ik niet rijden? Wat voor drie dubbeltjes. Wacht hoor, ik heb geen rijrichting.
gaan we nou krijgen? Ik weet niet wat er aan de hand is, maar mijn metro die rijdt niet. Zo. Jezus, ik heb er wel aardig wat aan elkaar vastgekoppeld. Maar het zou leuk zijn als die gaan rijden. Nou, dan gaan we gewoon even rijden zo. Weet toch wat. Doen we gewoon even dit. Nee, ik kan nog steeds niet rijden. Oh, moet ik wel dit. Nou, vast op. Waarom heb ik nou geen rijrichting? Zo, gas erop. Hoppakee. Doe het maar even op zo'n manier. Ja, dat klopt niet. Dat weet ik. Dat niet klopt. Maar goed. Dat maakt niet uit. Het is ook niet zo belangrijk. Als het maar gewoon rijdt. Nou. Netjes het andere spoor genomen. Perfect. Ja, eigenlijk het Amsterdamse antwoord op de Rotterdamse emmertjes natuurlijk, hè, om de metro ging rijden. Eén rijtuig is bewaard gebleven, de 23 als ik het goed had. Nagemaakt. Alles werkt een beetje zo. Stuur de stoeltje erin. Ja, ziet er wel mooi uit. Dit is heel veel mil. Veel te hard, jongens. Rij veel te hard.
Gewoon lekker het. Gewoon lekker het signaal lekker negeren. Interesseert mij het. En Centraal Station zijn we. Yep, Centraal Station. Ja hoor, Centraal. Centraal. Verkeerd. Even kijken. MLW1 AB 102.103.RWI. Hoppakee. Ja, hebt u een rijrichting? Ja, we rijrichting. Dat moet ik natuurlijk even één doen. Zo. Nou, ik weet niet wat er nou gebeurt, maar hij moet eigenlijk gaan rijden. Ik heb een rijrichting erin gegooid, dus hij zou het moeten doen. Blijkt hij hier op Rijndam Centraal, blijft hij daar staan. Ik kan hem wel even een handje helpen. Zo, hoppakee. Oh, dan gaat hij gelijk ook weer stoppen. Nee. Hup, dan rij je met dat ding. Elke keer als ik hem op AI zet, dan stopt hij ermee. Hier, dan schuift hij er weer mee uit. Ik heb toch een rijrichting gegeven? Wat is dit nou voor bullshit? Dat dan, joh. Ik heb toch een rijrichting gegeven? Oh nee, ik heb geen rijrichting gegeven. Chips. RCS 1AB is. Hey. Schijnt nou het hele licht ermee uit of zo? Oh. Oké, okay. Dat kan. 414 naar 215.RWI. Doet u dat nog? Nee, dat doet u niet meer. Dan gaan we gewoon even verplicht even dit doen. Nou, gas erop. Nee, dat doet hij ook niet meer. Hij zit vast. Hij zit helemaal vast. Hij zit helemaal vast. Nou, in ieder geval, dat was dus de M2 en M3 was dat, als ik het goed had. Ja, volgens mij wel, M2 en M3. Dan krijgen we de M4 uit 1996. Doen we even 2015. Doen we eventjes. Even kijken hoor, jongens, wat zullen we doen? Die doen we eventjes, die doen we eventjes. Ja. Even kijken hoor. Ik mis er nog eentje, jongens. Ik mis er nog een. Oh ja, ja. Dat is S1 en S3. Juist. Klopt. Nou, dan gaan we nu naar de M4 toe. De M4. En zet hem gewoon weer even op. Ja, laten we hem daar maar even op zetten. Ik weet dat dat goed is. In ieder geval Molenwijk. En dan zet ik hem Molenwijk 2. Zet ik hem. Maak er even een tweetje van. Zo. Als het goed is, doet hij het nou. Even kijken hoor. Heb ik dat nou goed gedaan? Of heb ik het nou niet goed gedaan? Jawel, ik heb het nu wel goed gedaan. Dan hebben we nog deze. De kafjes.
Je hebt wel een Airnet, je hebt hem ook nog in vorige delen, zeg maar. Dus ja, ik zal even de deur open gooien. Zo, dan gaan we hem even een rijrichting geven. Weet je wat we wel kunnen doen? We kunnen wel zorgen dat die M1003 in ieder geval een beetje voort maakt. Nog even hem even kijken, 998 geven we hem. En dan doen we naar van de molens naar Pambos. Ja, dan kan hij niet rijden. Maar goed, dan heeft hij in ieder geval een rijrichting. Doet hij het nou? Nee, hij doet het niet. En dan moeten we nog even F1000. Drie, 771, een tweetje is het van molens. Nee, niet van, niet van de molens. Niet, ik bedoel, zo, goeiedag, Molenwijk naar Panbos. En dan doen we TWZ. Nou doet hij het wel. Kijk, nou doet hij het wel. Als het goed is, geeft hij nou dadelijk wel een rijrichting aan. Als het goed is. Even kijken, hij moet nog ergens in de tunnel staan. Dat is hem niet in ieder geval. Die is het. Die. Deze zit echt helemaal vast. Deze zit echt helemaal stuk. Nou, deze zit echt helemaal vast. Deze doet het echt niet meer. Nou, we gaan in ieder geval naar de volgende. De kafjes. En de kafjes, die gaan we eventjes, we zetten hem gewoon op Molenwijk. We gaan wel van Molenwijk af, maar dat maakt niet uit. We gaan deze ook even een rijrichting geven. We gaan even naar de centrale verkeersleiding. En dan gaan we naar de... F104. 100 of 1004 4 de 999 een tweetje van de molens naar Pambos TWZ. Nou doet hij het wel, ja, nou doet hij het wel als het goed is. Dan zou je net zien, daar heb ik hem weer geen rijrichting gegeven. Nee, hij doet het niet, denk ik. Nee. Nee, ik heb geen rijrichting. Oh jongens, wat een probleem. Ja, dat is het vervelende als je in Noorderpoort geeft hij nou aan. Oké. Nou, dat vind ik allemaal best. Maar je moet gewoon rijrichting hebben. En als je dat niet geeft, dan pak ik gewoon zelf rijrichting. Dan gaan we zelf maar even voor rijrichting zorgen. Oh, gaan we nou helemaal geen deur meer open gooien? Goed zo. Ik kan zeggen. Alle deuren open. Nou, de kafjes dus. Ding dong. Huppakee. En gas met die banaan. Nou, dat zijn dus de kafjes. Even kijken, want als het goed is, deze doen. Deze. Ja, deze heeft zo'n kleine pantograaf.
deze dus. Deze hebben grote padden gehad. Deze kan ook op de snelweg. Dit is gewoon. Deze hebben kleine pantografen. Dat is eigenlijk alleen maar voor te rangeren eigenlijk. Maar goed, in ieder geval, ja. De kof. Gaan we hem even laten verder rijden. En dan gaan we nog even verder kijken bij Amsterdam. Nou, dan gaan we nu naar de M5. Die heb ik al laten zien aan jullie. Het is de nieuwe metro, maar die was er al. Dan hebben we nog de S3, de S1 en de S3 hebben we dan nog. Dan gaan we nu naar de S1. Gaan we nu. Even kijken hoor. Ja, klopt. De S1. Gaan we weer even naar Molenwijk. Gaan we weer naar Molenwijk 2. Zo. Hoppakee. Oh, moet ik wel even dat ding even doen. Zo. Hoppakee. Als het goed is, is er weer een nieuwe gespand. We gaan gewoon even terug. Die metro laten we gewoon lekker rijden. Gaan we even terug van de muziekbeurt terug. Ja, en dan hebben we nog deze hebben we dan nog. Dat is een sneltram, die kan ook op bovenleiding kan die rijden. We gaan hem even starten. Zo, oké. Deur open. Die hebben ook al van die... Ik vind het een raar geluid, vind ik dat. In ieder geval, maar goed. In ieder geval gaan we die even rijrichting geven. Dat is de F105. Nee, zo. 5. Dan doen we de 996. Een tweetje. Molens. Pambos. TBZ. Even kijken wat hij zegt. Wat zegt hij? Wat zegt hij? Wat zegt hij? Ho. Ja, dan geeft hij wel Pambos dan. Nu geeft hij wel Pambos dan. Oh, ik heb er trouwens een eentje van gemaakt. Maar ja, dat maakt niet uit. Goed. We gaan hem even deuren sluiten. Ook een mooi model. Ja, mooi, mooi. Ik vind nog altijd Rotterdamse metro's vind ik mooier dan die metro's in Amsterdam. Alhoewel, die M5 vind ik best wel mooi eigenlijk. Dat is eigenlijk ook voor mij een van de enigste die ik mooi vind. En ik vind die kaffies, die vind ik wel grappig. Maar ja, Rotterdam heeft gewoon mooier materiaal dan Amsterdam. Vind ik dan tenminste in ieder geval. Over smaak valt te twisten natuurlijk. Dus die hebben we dan ook nog eens een keer. Dan gaan we nog even verder kijken. Dan hebben we nog de... Even kijken, volgens mij heb ik ze allemaal laten zien. Nee, de S3 moet ik nog laten zien. Toch? Ja, die hebben we nog niet gehad. M1... gaan we het even vanaf de andere kant doen, want dat is echt irritant anders. Stadhuis, gaan we hem even spannen. Die. Stadhuis. Deze toch, stadhuis. Ja, deze is het. Dan hebben we nog deze. Dat is eigenlijk dezelfde als die ik... De vorige metro's terug. En deze heeft dan wel een bovenleiding. Die andere had een pantograaf. Een klein pantograafje. Is eigenlijk een werkpantograaf is dat. Dat is alleen maar wordt dat gebruikt in de werkplaats voor te rangeren. En deze heb een volledige. Deze kan dus ook op de
routes rijden van metrolijn B bijvoorbeeld naar de Molens in Simvliet. En op Rijndam kan die op M2 en M3 rijden naar Monument en Rijndam Ziekenhuis. Dus ik zou zeggen, we gaan hem even starten. We gaan hem even rijrichting geven. Dat lijkt me wel heel erg handig. Eens even kijken hoor. Waar heb ik hem ergens neergegooid? Dat gekke apparaat. Oh, hier. Oh. Daar staat hij. We gaan even. Zo. Oh, wacht even. Zo. Was goed naar Centraal Station. Dan komen we weer die ene metro tegen die vastgelopen is. Dat is ook altijd weer zo, hè? Even kijken, staan er nou nog metro's voor of niet? Ja, daar staat de metro. Nou, oké. Kijk, hier staat die gestrande metro. We gaan gewoon gas geven, kan mij het schelen. Gewoon YOLO, we gaan gewoon gas geven. Zo. Hoppakee. We negeren even het signaal. Power. Nou, dat was hem. Kijk, zie je dat hij ongeveer bijna hetzelfde eruit ziet. Alleen deze heeft dan een werkpantograaf. Oh, waar is die? Ja, hier is die werkpantograaf. Dus alleen bij rangeren gebruik. In de werkplaats. En deze heeft dan echt een volledige pantograaf. Dat hij ook sneldienst kan draaien. Bijvoorbeeld vroeger op de Amstelveenlijn. Dat is nu natuurlijk een tram geworden. Maar op de Amstelveenlijn kon deze dus ook rijden. Dus dat is eigenlijk het nieuwe materieel van Amsterdam. Jullie gaan er nog veel meer van zien in latere video's. Ik ga nog heel veel video's maken van Rijndam met het GVB materieel. Ik bedank jullie in ieder geval voor het kijken. Ik zou zeggen jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe de duimpje de lucht in. Abonneer voor meer video's. Druk op belletje, dan worden jullie thuis gehouden. En dan kan ik alleen maar zeggen, goed te vergeten. De volgende keer maar weer. Bye bye. Hoi. Lerenkast open, twijfel of ik Gucci of Lacoste pak. Ik kan hem klippen in een Gucci of Lacoste pak. Want ik ben boef, gehad, die jongen waar ze over praten. Zo high, maar ik doe geen telefoonreclames. Jij maakt gewoon reclame. Ik heb flows voor haters, mij zee ziek. Holla me, heb ik het overvaren. En zo dreddies die blokken laten overvaren. Drie shows, een avond, meisje, je van zoetjes haasten.